Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 15 mei. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. De ventilator staat op standje gevaarlijk. Het is buiten 24 graden. Het is gelukkig iets koeler als gisteren, maar de temperatuur binnen is 25 graden. Dus ik ben wel een beetje aan vluchten. Er is helaas nog steeds geen regen gevallen. Dus ja, ik hoop toch dat er vandaag of morgen wel wat valt. Maar ik ga straks wel eerst eventjes de bloemetjes water geven. Want anders dan gaat het niet goed. De muis die ligt aan het zijraam te slapen. Het ziet er wel heel schattig uit. Mijn loosje is ook leeg. Kijk, die ligt hier. Ai! Met mijn jarige, hè? Nou, die ligt daar lekker te slapen. Ik heb gisteravond nog iets meegemaakt, jongens. Ik zat CSI te kijken. En Tijgertje die zat bij mij op schoot. En die zat met haar gezichtje naar me toe. Maar ze zat heel gefixeerd naar de muur te kijken. Ik denk, nou, dat vertrouw ik niet. Dus ik draai me om. Zie daar spin lopen. Tijgertje had hem dus al in het oog. Dus ik ging wat pakken om dat beest weg te halen. Maar inmiddels was Tijger er al bij gaan zitten. En toen kon ik hem niet meer vinden. Zo even de zaklamp erop. Toen liep hij hier over de bank. Gelukkig kon ik hem toen zien. Want die spin was wat lichter als mijn bankkleur. Dus toen konden we hem... eventjes op mijn eigen manier weghalen. Maar ik had wel even zoiets van... Maar goed, dat tijgertje zag. We moeten niet aan denken dat hij in mijn nek was gegaan. Ik zag gisteravond, zei ik dat ik Kees van de Spek zou gaan kijken. Dat kwam niet meer. Ik heb trouwens net wel een heel triest bericht gelezen over het programma. Vorige week was dat, geloof ik, was er een uitzending over een ouder echtpaar wat opgelicht was. En er was nu naar buiten gekomen dat de oplichter inmiddels overleden was. En er wordt dus gedacht dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Kees had afgesproken met deze man dat hij 5000 euro per maand zou terugbetalen. Ik geloof dat dat 2 keer was gebeurd en daarna bleven de betalingen uit. Waardoor ze wel weer terug zijn gegaan naar hem toe. Dat liep op het einde nog een beetje uit de hand. Want die man die kon zijn emoties niet meer aan die opgelicht was. En die ging er echt heel hard naartoe rennen met al zijn boosheid. Toen moest Kees echt een beetje tussenkomen. Inmiddels is de uitzending ook offline gehaald. Op verzoek van de familie van de overledene. Ja, en het is... Er is niet zeker of het naar aanleiding gebeurd is van deze uitzending. Maar in ieder geval, het kwam erop neer. Hij kon het geld allemaal niet terugbetalen. Dus nou, is ook wel triest. Maar in plaats van Zeeman... In plaats van Kees van de Spek confront... Ik raak helemaal in de war. In plaats van het programma van Kees van de Spek had je nu Zeeman confronteerd. En dat vind ik altijd heel erg interessant. Het ging nu over een vrouw die werd gestalkt. Door de moeder van een inmiddels ex-collega. Ja, was heel raar. Zij had zich in haar hoofd gehaald dat deze vrouw met haar had geflirt. En dat ze een relatie hadden. En allemaal appjes. En heel heftig. Op een gegeven moment stond ze ook bij haar in de tuin. En dat is op een gegeven moment tot ook wel een heftige confrontatie tussen hun geweest. Ze was bij haar in de auto gesprongen. Wel heel heftig. Ze hadden wel geconfronteerd, maar op een iets andere manier. Omdat ze wel echt het gevoel hadden, deze vrouw heeft hulp nodig. Op een gegeven moment gaf ze ook aan, ja, maar ik weet zelf niet eens meer wat mijn geaardheid is en zo. Dat was ergens ook nog wel sneu. Maar inmiddels was de stalker gestopt, dus dat was mooi. Ik had nog even een spel gedaan. Toen heb ik mijn vlog afgemaakt. Die is helemaal in elkaar nu met editen. En toen heb ik mijn foto's bewerkt. Ging ook allemaal goed. Toen ben ik Botkin gaan kijken. Vanavond de laatste aflevering. Dus ik ben heel benieuwd hoe het eindigt. Helemaal omdat er nu echt wel wat dingen naar boven komen. En daarna nog even CSI. Maar ik had dus gedacht dat het nu verder zou gaan. Omdat Justin Bieber er maandagavond in zou zitten. Dat dat nu verder zou gaan. En dat gebeurde dus niet. Want die was nu in geen veld of wegen te bekennen. Dus ik heb het even opgezocht. Maar dat is pas veel later dat ze daar weer op terugkomen. En dat is dan wel een beetje lastig soms. Dat je niet helemaal dan misschien meer bij bent. Maar ze zullen wel een terugblik doen. Ik ga zometeen hier eventjes de boel doen. En ik moet nog even een stukje van de keuken schoonmaken. Dus ik ga jullie daar even bij meenemen. Maar eerst maar even zorgen dat de woonkamer weer een beetje te doen wordt. En ik denk ook nog even een wasje aanzetten. Ik denk dat dat wel een goed idee is. Want het droogt nu op zich, omdat het zo warm is in huis, ook best wel snel. Dus ik denk dat ik dat nog eventjes ga doen. Dus ik ga jullie straks even meenemen bij de keuken. Maar nu eerst maar eens eventjes zorgen dat de woonkamer weer aan kant wordt. Of schoon eigenlijk. Als jullie kunnen zien is mijn rolgordijn helemaal vol met haar natuurlijk, van de katten. En nou heb ik natuurlijk, ik zal even naar de keuken lopen. Dit ding is een beetje hard. Als je die nat maakt, ga je dus daar ook mee de
kattenharen eraf kunnen krijgen. Dus ik wil dat even proberen of dat lukt. Even kijken of dat een optie is. Ik ga hem eerst even nat maken, want het ding is nu hartstikke droog. Dit komt er dus af. Dit was wel echt heel erg. Het zat echt wel heel vol. Maar kijk even hoe heerlijk schoon die is. Het haal is er gewoon af. Dus het werkt echt super goed. Gewoon iets nat maken en dan, ik zie daar nog heel ietsjes. Maar het grootste gedeelte is weer eraf. Dus ik ben eigenlijk heel blij. Oké, dan moeten we doen. Misschien nog even daar langs het randje. Maar helemaal fijn zo. Tijd om deze kant van de keuken aan te pakken. Ik moet opruimen en schoonmaken. Dus dat ga ik nu ook eventjes doen. Dus dan is dat ook weer lekker schoon. Dus dat vind ik ook alweer een fijn idee. Tegeltjes insprayen en even alles lekker schoonmaken. Dus dat ga ik nu ook even doen. En ook dit is weer helemaal schoon. Heerlijk. Ook helemaal leeg. Dat ik nou ook echt zo houden. Ik had voel nog even in de bak en dan kan de doos weg. Dus ja, wel heel blij mee zo. Het is wel weer lekker alles schoon. Dus ja, dan heb ik weer een heel schoon keukentje. Dus dat is fijn. Stofzuiger staat nu weer hier. Ja, het is echt een goede plek vinden in het huis voor de stofzuiger. Is wel een dingetje. Maar nou ja, even kijken of die daar blijft staan. Maar voor nu staat hij even hier in ieder geval. Zo, ik heb best wel veel gedaan. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien, die rolgordijnen, die echt rolgordijnen heb ik gedaan. Goed, goed dingetje hoor. Dat is zo'n scrub duster. Ook van Scrub Daddy is dat, maar dat is zo'n duster. Maar ik heb hem nu eventjes nat in een zakje gedaan. Want als je hem dus los neerzet, droogt hij heel erg uit. En ik heb het idee dat het een beetje zo'n effect moet zijn als zo'n... Je hebt van die doeken in zo'n koker. Die moet je ook nat in die koker doen. Dan houdt hij hem nat. Maar ja, hier zit natuurlijk geen koker bij. Nu wordt hij echt super, super droog. Gelukkig als je hem onder de kraan doet en hij loopt vol water, wordt hij weer soepel. Dus kun je hem wel prima gebruiken. Maar ik ben wel heel tevreden over het resultaat. Dat het zo schoon is geworden. Het zijn altijd van die klusjes die waar je dan even de tijd voor moet nemen. Waar die er soms even bij in schieten. Maar ik ben heel blij dat ik dat nu klaar heb. Ik ben ook blij dat het hele aanrecht nu helemaal schoon is. En ja, helemaal lekker opgeruimd. De bloemetjes hebben weer water gehad. Dus dat is prima. Volgens mij is er nog steeds geen regen voorspeld bij mij. Het zal me verbazen als het nu in één keer wel zo zou zijn. Ja, hij geeft zwaar bewolkt aan.
Oh, vanaf 7 uur geeft die regen aan, maar dat is ook maar 20%, dus dat is bijna niks. Klopt dat? Oh, dat klopt toen. Oh, vanaf 6 uur zou het gaan regenen. Nou, ik hoop het. Ik ben heel benieuwd, 30%. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. De katten hebben net hun eten op. Dan ga ik straks lekker douchen en zelf even eten. Vanavond begint het nieuwe seizoen van het perfecte plaatje op reis, dus dat ga ik wel kijken. Nog even sowieso een spelletje doen en een blogpost schrijven. De vlog natuurlijk inplannen. Daar even een thumbnail van maken. En even kijken of ik nog wat computerklusjes heb. Ga ik lekker de laatste aflevering van Botkin kijken. Ook wel heel benieuwd hoe dat afloopt. En daarna weer lekker zie je zijn. Dan ga ik ook weer lekker naar bed toe om het boek te lezen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. En ik denk dat ik als het straks regent ga ik even lekker ook weer de ramen weer openzetten. Want als ik ga relaxen zet ik hem altijd eventjes dicht. Vind ik toch een veiliger idee dat de katten nergens heen kunnen. Ook al zit er een hoor voor. Ik wil hem alleen open hebben als ik erbij ben. Goed. Nou, dat is in ieder geval mijn avondplanning. Ik ga jullie in ieder geval gewoon morgen weer zien. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 16 mei. Ik ben klaargemaakt. Althans, alleen nog wat op mijn lippen. Maar ik moet nog even mijn tanden poetsen. Ik moet straks mijn knarsgebitje ophalen. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat geworden is. Want ik kan me er echt geen voorstelling van maken. Ja, waren eventjes aan het appen over Yara's verjaardag. Yara, die wordt natuurlijk bijna 1. Er stond een cadeautje op. En nu zei Nathalie dat ze ook wat had gekocht. En daar wilde ik ook even voor kijken. Maar er komt een spraakbericht binnen. Dus ik ga die even afluisteren. Was even belangrijk, want ik wilde daar even voor gaan kijken. En ik moest natuurlijk wel even weten dat ze niet iets dubbel krijgt. Maar goed, ik moet dus mijn knarsgebitje ophalen. Dus ik ben heel benieuwd, omdat ik zelf geen idee heb hoe dat in zijn werking gaat. Maar ik krijg straks alle uitleg wel. Ik weet nog niet hoe laat mijn coach er is. Ik ga er niet vanuit dat ze het vergeten is, want ik had het er geappt staat in mijn agenda zetten. Ik heb trouwens een beetje wat nieuwe kleren aan. Ik zal het even laten zien. Ik heb mijn nieuwe broek aan van de Aldi. Zit wel leuk. Ja, altijd wat kort, hè. Dat was altijd een beetje... Nou, kijk, het zit dus een beetje kort. Ik heb maatje 36. En eigenlijk zou ik voor het mooie maatje 38 moeten hebben voor de lengte. Maar ik kan wel iets naar beneden trekken. Maar het blijft een beetje hoog water. 38, daar lubber ik in. Andere cultuur en natuurlijk, maar goed, dat maakt voor de foto's op zich niet uit. De mensen die waren wel heel bereidwillig om op de foto te gaan en ook echt wel gewoon met brede glimlach, dus dat was op zich wel heel leuk. Ik heb nog even een spelletje gedaan en toen ben ik mijn blogpost gaan schrijven en heb ik de vlog ingepland. Ja, ik was er eigenlijk allemaal best wel vlot mee klaar. Nou, toen ben ik de laatste aflevering van Botkin gaan kijken. Ja, een beetje een bijzonder einde eigenlijk. Het is echt wel een mysterie waar je tot aan het einde aan toe wel de vragen bij blijft houden. En het was op zich wel heel leuk om te kijken, maar ik had ook wel zoiets van, nou, ja, dit einde had ik ook niet helemaal verwacht. Het was niet zo'n spectaculair einde, laat ik het zo zeggen. Daarna nog even zie je zij en toen ben ik ook naar bed gegaan. Ik heb mijn boek uitgelezen. Ik mag vanavond een nieuw boek uitkiezen. Ik had het zo vies warm. Ik ben al een paar nachten zo slecht aan het slapen. Elke keer dan word ik wakker. Dan is het nog heel vroeg. En dan word ik helemaal wakker omdat ik het warm heb. Dus
trapt je dekbed af, maar je trekt hem uiteindelijk weer terug, want je krijgt het weer koud. Ik heb de ventilator nu ook nog op de slaapkamer staan. Ja, ik hoop wel. Het moet gewoon even in huis ook wat koeler worden. Maandag komt mijn moeder gezellig. Die komt gezellig even op visite, dus dat is ook wel leuk. Die was natuurlijk ook wel benieuwd naar de keuken en zo. Ook is nu natuurlijk nog niet helemaal af met die planken zo. Ik heb gisteren al wel een plank gevonden. Ik zat even een beetje met de maten, dus ik had naast even geappt. Ja, klopt dit zo? Ja, dat doe ik altijd wel goed. Ik ben er nooit zo goed in. Dus dat. Ik ga nu even stofzuigen en even wachten tot mijn coach er straks is. Want dan ga ik dus weer richting de tandarts. Maar ik neem jullie straks weer eventjes mee gezellig met dingetjes. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning. Dus ik ga nu even wat laatste dingen doen. En dan zal zij er straks wel een keer zijn. Ik heb dus nu het spijkerjasje erbij aangetrokken. Ja, het is een emmetje. Ze hebben dat nooit in S. Ik vind het eigenlijk wel leuk staan zo. Staat wel leuk. En mijn schoenen erbij aan. Ik heb nu eigenlijk mijn enkelsokjes aan, dus dat is ook beter. Dus ja, ik vind het zo het geheel. Nu is het helemaal af met het spijkerjasje erbij. Vind ik het wel leuk. Zo, ik ben weer terug. Ik heb mijn knarsgebitje opgehaald. Kijk, ik heb hier ook het afdrukje van mijn tanden. Dat is dus het afdrukje voor het gebitje. Dus dat is die. En dan heb ik hier het doosje waar het gebitje in zit. En die moet ik dan bovenin in doen. En dan als het goed is ga ik nu weer knarsen. Moet je schoonmaken met een beetje afwasmiddel. Dus... nou, dat gaan we vannacht maar eens uitproberen. En dan gaan we wel zien hoe dat loopt. Ik was even bij de Albert Heijn geweest. Maar helaas hadden ze niet nieuwe hamster bij de Albert Heijn waar ik was. Dus dat is een beetje jammer. Maar ik ga in ieder geval even de boodschappen laten zien. Ik heb gehaald even een flesje Spa Rood. Nu met dit weer drink ik ook meer Spa Rood. Ik had nog een fles cola meegenomen. Maar die sis, dus die heb ik daar laten staan. Er komt een sis geluid uit. Dan heb ik spekjes. Voor straks maar weer even bitterballetjes. Ik heb weer eventjes hagelslag gekocht. Die was in de aanbieding. Dan heb ik nog een theedoekenset. Ik heb hier, het zijn drie theedoeken. En theedoeken zijn altijd wel handig. Vond ik wel leuk. Ze hadden geen handdoeken erbij, maar theedoeken zijn ook altijd wel handig. En ik heb nog dit setje. Dus dan kan ik weer even vooruit, want theedoeken gaan er altijd best wel hard doorheen. En deze zijn ook lekker groot, omdat, ja, ik vind dat gewoon altijd handig. En dan heb ik ook deze gekocht. Die was maar €1. Ik dacht, oh, het staat wel leuk in huis, summer. Is wel vrolijk. Nou ja. Ik heb een tubertje Elmex. Oh, die is eigenlijk voor kindjes. Oh nee, verkeerd gezien. Twee keer de toetjes. Dat was nu 2 voor 1,50 bij de woning. Daar heb ik er 2 van gekocht. Bij de Albert Heijn hadden ze echt super goede aanbiedingen ook. Dan heb ik slaapwinken. De opschuimmelk, die heeft Albert Heijn nog weer niet. 2 keer frikandellen. Dat was nu 2,5 prijs ook. Een cadeautje voor Kiara.
wasmiddel voor de handwas. Weer even schuurmiddel. En ook weer eventjes bleek. Want dat zijn altijd van die dingen waar ik best wel veel gebruik van maak. Dan heb ik even een goedkope tandenborstel gekocht voorbij dat spitje om schoon te maken. Dan heb ik hier boontjes van het grote net. Dan ga ik de... Oh ja, kijk. Bij de Albert Heijn, ik had geen tas mee. Dan heb ik deze. Die kun je dus ook op je rug doen. Nou ja, een beetje komt altijd wel van pas. Ja, ik was nog even bij de kruidvat geweest. Daar heb ik van die shotjes voor de nacht. Dan heb ik een setje met blauwe. Daar kun je dan lekker in slapen. En een setje met roze. Dus ja, wel leuk. En dan kun je ze gewoon strak aantrekken. Want je kunt ze... Ze hadden ze niet in S. Ik heb aardappelschijfjes. Satéetjes. Lekker voor maandag. Varkensatéetjes. Had ik wel een keer zin in. Twee keer de... deze. Want deze was nu met korting. Dus ik dacht, nou dan neem ik er gelijk twee mee. Patat. Of allemaal met korting. Een zak met oven. Of met oma's patat. En even nog koffiepads. Van de Perla. 1+1. Dus dit zijn alle boodschapjes. Ik ga dit nu even opruimen. Dan ga ik nog even lekker relaxen. En even wat drinken. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Er zou nog regen komen, maar het ziet er nog niet naar uit. Vanavond heb je het jachtseizoen met Frank en Ronald de Boer. Daar heb ik heel veel zin in, dus ga ik lekker kijken. En verder ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik mijn blogpost schrijven. Foto's bewerk ik, hoef mijn blogpost nu niet te schrijven. Ik raak helemaal in de war. Dan ga ik een nieuwe Netflix-serie uitzoeken, maar ik weet nog niet welke. En dan ga ik lekker nog eventjes... Ik moet gewoon nadenken, jongens. Ja, dan ga ik nog eventjes CSI kijken. En dan ga ik ook een nieuw boek uitzoeken, want daar weet ik ook nog niet welke. Nou ja, ik ga jullie in ieder geval dan gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 17 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net al een video opgenomen met make-up van Mickey en vrienden. Omdat die online nog te koop is. Dus dacht ik, kan ik er nog wel eventjes een look van maken. Ik zit weer met dat horloge te pieren. En vandaag is muisjarig. Kom eens muis. Kom je? Laat je maar zien. Jee, je bent jarig. Hartelijk gefeliciteerd, lieve muis. Muis heeft niet zo heel veel zin om in beeld te komen. Muis is vandaag 12 geworden. Dus dat is alweer een hele leeftijd. Dus ze krijgen uiteraard straks wat lekkers, want wie jarig is trakteerd. Nou ja, in dit geval trakteer ik natuurlijk, want een kat kan zelf niet trakteren. Maar ze krijgen wel even wat lekkers straks. Ik heb gisteravond gekeken naar het jachtseizoen en dat was echt super leuk. Er kwamen op een gegeven moment bij mij wat bekende dingen voorbij in deze aflevering. Van ik dacht wat leuk dat ze hier zijn geweest. En ja, ik vond het gewoon echt super leuk. En ik hoopte gewoon heel erg dat ze niet gepakt zouden worden. Het waren dus Ronald en Frank de Boer. Maar gewoon echt, ik vond het gewoon echt super leuk. Ik heb echt heel erg genoten van die uitzending. Ja, ik vond het gewoon echt super leuk. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan en toen heb ik mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even wel een nieuwe maken, want er was er toch weer één die was niet helemaal helder. Ja, ik kwam niet zo goed tegen, dus die moet ik toch nog even doen. Nou, toen heb ik een nieuwe serie uitgezocht op Netflix. Dan moet ik even kijken hoe die heet. Ik had een screenshot genomen, dacht ik. Thank You Next. Het is eigenlijk wel, het is een keer niks spannends of zo. Het is eigenlijk een serie die heel lekker wegkijkt en ook wel heel erg leuk is. Waar ik echt wel gelijk van genoot. Alleen Netflix liep weer vast. Volgens mij lag het weer aan mijn internetverbinding. Ik weet het niet. Dan gaat dat rondje weer laden van zoveel procent. Nou, dan weet ik al, die gaat niet meer verder. Dus dat was eventjes weer jammer. Daarna nog even CSI gekeken. Nou, toen ben ik naar bed gegaan. Heb ik een nieuw boek gestart. Was een superleuk boek ook. Maar toen moest ik natuurlijk gaan slapen met dat knarspitje in. En ik moet zeggen, ik kon er eerst echt niet van slapen, want het is natuurlijk heel erg wennen. Je hebt ineens iets in je mond. Ik was op een gegeven moment heel erg bang. Ik zat er maar heel fijn te knijpen, want hij zit gewoon goed. Maar ik zat maar heel erg te knijpen, want ik voelde op een gegeven moment dat hij een beetje, ja, nog niet zo heel erg strak zat. Toen dacht ik, nou, toen was ik gewoon bang ergens dat ik hem door zou slikken. Kan helemaal niet, zo'n ding kan ik helemaal niet doorslikken. Maar dat was gewoon mijn gedachte. En in, ja, weet je, met donker, als het donker is, kunnen je gedachten erger zijn. Dus ik had echt zoiets van, oh, als het maar goed gaat. Tuurlijk ging het gewoon goed. Dus ik heb die uiteindelijk, ja, die heb ik gewoon ingehad.
En toen ik wakker werd, toen was hij gewoon helemaal vacuüm gezogen. Toen moest ik echt moeite doen om hem eruit te krijgen. Dus die moet ik zo even poetsen. Maar ik moet er gewoon eventjes aan wennen. Maar mijn moeder zei, vaak went het echt wel binnen 2 dagen of zo. Dus nou, dat komt vast ook goed. Dus dat eigenlijk. Ik moet even kijken of het vulmiddel nog goed is voor de gaatjes die gevuld moeten worden. Ik wil eigenlijk even de bankhoes wassen. Ik heb er eentje klaar, die andere is meer even verfrissing. Nou, de katten krijgen wat lekkers. En ik heb ook een nieuwe stekker binnen. Voor de verlengsnoer, die zal ik even laten zien. Dus ik ga gewoon eventjes wat dingetjes doen. Dus ik neem jullie gewoon mee. Het wordt eigenlijk een beetje een rommeldagje, maar misschien ook wel lekker. Dus ik ga jullie gewoon meenemen en even kijken wat het verder allemaal wordt. Happy birthday Thomas. Happy birthday Thomas. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Thomas. Gefeliciteerd lieve muis. Muis is jarig. En wie jarig is, trakteert. Ik ga met mijn zoon in zitten. Ja, dan zien we jullie weer met jullie billetjes in beeld. Eerst voor de jarige. Nee, eerst de jarige. Lekker hè? Gefeliciteerd met je verjaardag, muis. Wel kouwe. Gaat er bij jou ook in als koek, zeg. Alsjeblieft. Even wachten. Muis. Nee. Dat is niet aardig. Jarig nog eerst. Oh, dat is al een heel groot stuk. Kijk eens. Kauw jij wel? Nee, volgens mij weer niet. Alsjeblieft. Fijne verjaardag, lieve muis. Mijn pakketje van Bol is binnen en ik heb dus een stekkerdoos gekocht die zwart is en best wel veel stekkers in kunnen. Dus die ga ik zo ook gelijk eventjes erin doen, want ja, dan is dat ook weer opgelost en is het net iets beter. Doet het. Die heb ik hier nu liggen. Even kijken, misschien dat ik nog iets op een ander plekje doe. Maar ja, zo kan die in ieder geval niet nat worden. En nou heeft alles net een beter plekje. Maar deze wil ik dan eigenlijk nog op een plank. Maar even kijken hoe ver dat lukt. Dan kan ik ook gewoon voor mijn melk opschuimen. Kan die ook wat langer. Dus dat is ook wel lekker. Dus dat is dat. Dan heb ik deze neergezet. Dat summer dingetje. En de hoes zit er weer omheen. Ik heb hem nu weer helemaal strak, waardoor die op de onderkant ook weer mooi aansluit. Want het was mijn doorn in het oog. Dus dat is een stuk beter zo.
Katjes hebben lekker een snoepje gehad. Dat was al heel lekker. Nu hebben ze net lekker gegeten. Ik ben blij dat de hoest er weer omheen zit. Die andere heb ik uiteindelijk dus niet gewassen. Want die kreeg ik niet los. En ik dacht, ach weet je, goed afgezogen. Toen was het ook prima. En eventjes gewoon opnieuw eromheen gedaan. Waardoor hij nu weer super strak zit. Waar ik heel blij mee ben. Nou, ik heb mijn knarsgebitjes schoongemaakt. Ik hoop dat hij in ieder geval goed uitgespoeld is. Niet dat er nog hier en daar afwasmiddel aan zit. Maar goed, ik kan hem nog even goed uitspoelen voor ik hem weer in doe. En want je mag hem helaas niet schoonmaken met tandpasta. Dus enkel alleen met afwasmiddel. Ik heb ook de boodschappen weer naar boven. Ik heb even gekeken voor het vulmiddel, maar dat is niet meer goed. Dus ik zal even aan mijn moeder vragen of ze een nieuw tubetje wil meenemen. Omdat ze maandag toch komt en zij heeft een action. Dus dat. Nou, muisje heeft in ieder geval lekker genoten. We gaan vandaag nog heel veel knuffelen in ieder geval. Want ja. Hé, hey, jarig Jetje. Ga je nog wat zeggen? Ja, dat is niet echt lekker beeld, hè. Heb je lekker gegeten? Dus ja, dat. Ik ga zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Mijn batterij is ook bijna leeg. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik even de slechtste chauffeur van Nederland eventjes terugkijken. Ik denk nog even een spelletje doen. Drie nieuwe foto's maken. Blogpost schrijven. Video inplannen. Thumbnail maken. En dan ga ik lekker verder met die Netflix-serie. En daarna weer met Scott en Bailey. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. En dan hoop ik dat ik vannacht weer wat beter slaap. Want de afgelopen nachten was het echt drama. Maar goed, ik ben in ieder geval wel aan het luchten. Maar het wordt nog niet echt minder in huis. Het heeft gisteravond wel lekker geregend. Dat was wel heel fijn. Maar ja, het is gewoon ietsjes minder. Maar goed, ik ga jullie dan in ieder geval gewoon morgen even zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag. Sta ik ingezoomd? Nee, ik heb de camera een beetje dicht op mijn gezicht. Het is vandaag zaterdag, het is 18 mei. Ik ben klaargemaakt en ja, we zijn eigenlijk gewoon even nog lekker aan het zitten. Ik heb voor het eerst weer een lange broek aan, want ja, ik vind het nu niet heel warm. Het is geloof ik 21, 22 graden buiten. Ik heb wel even lekker mijn raam open staan, want er kan straks als het goed is nog een buitje komen. Als ik naar de lucht kijk, ziet die er donker uit. Het is 23 graden en licht bewolkt. Dus dat zou eigenlijk wel lekker zijn als er nog even een buitje valt. In de hoop dat het ook weer een beetje doorlucht. Ik ga straks eerst even boven die andere ventilator pakken. Want ik ben nu steeds de ventilator van de slaapkamer naar de woonkamer aan het verslepen. En daar word ik een beetje gek van. Dus ik ga gewoon even die andere erbij pakken. Dan zet ik die hier gewoon weer standaard neer. Want ja, hier word je gewoon niet zo blij van. Ik heb gisteravond gekeken naar de slechtste chauffeur van Nederland. Ja, het blijft bijzonder hoe deze mensen hun rijbewijs hebben gehaald. Maar dat heb ik al best wel vaak gezegd. Dus nou ja, prima. Ik heb er weer naar gekeken en het was op zich eigenlijk ook wel weer leuk. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan. En toen ben ik de laatste foto even gaan bewerken die niet goed gelukt was. En heb ik mijn video in elkaar gezet en een blogpost geschreven. Even een thumbnail gemaakt. En toen ben ik, toen ik dat allemaal klaar was, heb ik nog even wat computerdingetjes gedaan. En toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Ja, het is zo'n leuke serie wat gewoon zo lekker wegkijkt. Ik hou daar wel van. En daarna heb ik nog even naar Scott en Bailey gekeken. En toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik lekker mijn boek gelezen, wat super leuk is. Toen ben ik gaan slapen. Nu voelde ik me, toen ik ging slapen, meer Theo en Thea. Met dat bitje in. Ik weet het niet. Ja, het is gewoon nog steeds even wennen. Ik had hem dus gisteren gewoon netjes afgewassen. Dat moet dus elke dag. En maar ik vond, er zit gelijk al zo'n raar luchtje aan. Gewoon van je eigen mond. Dat kun je toch op de een of andere manier niet helemaal wegpoetsen. En ik had echt zoiets van, gadver, dit doet me denken aan, ook zo'n losse beugel gehad. En die kon ook zo niet lekker ruiken. En maar ja, goed. Daar deed het me aan denken. Ik heb op zich volgens mij ja, wel redelijk geslapen, wel raar gedroomd. Toen werd ik ook wel weer heel erg bezweet wakker, maar verder wel prima. Ik ga straks even mijn kwasten wassen. Ik ga zo even de vaatwasser aanzetten en verder een beetje rommelen vandaag. Dus ik neem jullie gewoon weer mee. Verder ook eigenlijk niet zo heel veel te vertellen, want ja, er gebeurt me eventjes niet zo heel erg veel, maar dat komt goed. Oh ja, er is nog wat gebeurd wat ik wel wilde vertellen. Toen ik bestek moest hebben, heb ik zo'n bestekset gekocht bij de IKEA. Nou, helemaal dikke prima. Ik geloof dat ze 10 euro kost en niks mis mee.
Maar ik was dus al heel lang zo'n vork kwijt. Ik dacht, het is helemaal niet meer compleet. Ik kom een vork tekort. Goh, waar zou ik dat ding toch gelaten hebben? En elke keer als ik die la opgetrok, dan dacht ik, oh ja, die vork. Toen trek ik gisteren mijn keukenkastje open en ik kijk in een... in zo'n blik met allemaal dingen erin, daar zat die vork in. Ik was helemaal blij dat ik mijn vork terug had. Ik dacht echt van, oh, die ben je dan zo lang kwijt geweest. Ik was helemaal blij, dus ik heb hem ook gelijk gebruikt en daarna in de vaatwasser. Dus die straks ook weer helemaal mooi schoon. Dat is zo raar dat je dat dan zo kan hebben. Maar goed, is allemaal, ergens moet ik er ook wel weer om lachen. Dus nou, dat eigenlijk. Ik ga nu in ieder geval eventjes wat doen. Even de ventilator zo pakken en even stofzuigen en zo. Dus ik neem jullie gezellig mee. Zoals jullie kunnen zien loopt mijn water weer niet weg. Het is ook een beetje vuil. Ik moet even die bak ook schoonmaken straks. Maar nu had ik een tip gekregen dat als je 3 eetlepels soda of baking soda erin doet, dat 5 minuten laat intrekken en daarna 6 eetlepels azijn erop gooit, dat het dan gaat bruisen. Dan kun je het na een uur doorspoelen. Dus dat is nu eigenlijk nog een beetje mijn laatste redmiddel die ik heb. Dus dat ga ik zo ook even proberen. Zo, heb deze vriend me weer even naar beneden gehaald. Want nu hoef ik dus niet meer steeds te switchen. Dus dat was ook wel lekker. Ik had hem eigenlijk zelf gevonden. Ik had hem helemaal schoongemaakt voordat ik hem opborg. Ik had hem in een plastic vuilniszak gedaan. Het is eigenlijk een beetje dubbele zin. Want vuilniszak is altijd van plastic. Maar ik ben er wel blij mee dat hij er weer staat. Dus dat is ook weer top. Zo, lekker wel dingetjes gedaan. Het is maar liefst een halve graad gezakt, jongens. Fantastisch. Ik heb ook even wat insectenspray gespoten, want ik werd helemaal krankjoren van die vliegenbende. Dat is bij mijn portiek. En mijn voordeur is overdekt, wat op zich lekker is. Want ja, stel dat je iemand in de regen bij mij op bezoek komt en die staat dan eventjes droog. Dus dat is op zich lekker. Alleen, ja, nu je de lente zomertijd ingaat, is het gewoon wel heel erg zo dat... alles helemaal vol met insecten zit. Dus ik heb er even van die spray gespoten. Daar kreeg ik gelijk even een hoestbuitje van. Want het was wel eventjes intens. Maar goed, dat is allemaal ook wel weer gelukt. Dus dat is op zich wel fijn. Nou, de kwasten zijn schoon. Ik heb het nu even op een iets andere manier gedaan. Omdat steeds die bak vol loopt. Maar die kunnen drogen. De vaatwasser die staat aan. Ik heb eventjes in mijn blog en YouTube-boek gewerkt. Ik had even een tekening gemaakt van april. Ja, let vooral niet op mijn tekenkunsten, want ja, ik kan niet tekenen natuurlijk, zo goed. Maar ik had dit gemaakt. Ja, ik ben echt niet de beste tekenaar, maar ik vind hem wel grappig gelukt. En ben ik ook begonnen met een tekening voor mij, maar ik loop allemaal weer een beetje achter. Dus het loopt allemaal even niet zo vlekkeloos. Maar op zich wel een lekker dagje zo, dus dat is allemaal wel lekker.
Nu ga ik zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond begint er een nieuw seizoen van Oh, wat een jaar. Dus dat ga ik kijken. Dan ga ik even Marble Mania opnemen. Dat ga ik dan later even terugkijken. Want dat vind ik ook gewoon altijd wel heel leuk. Ik wil sowieso nog even weer Disney Dreamlight Valley doen. Even kijken of ik wat verder kom. Nou, dan ga ik mijn vlog in elkaar zetten. Vind ik dat editen altijd super leuk om te doen. Dat ga ik eventjes doen. En dan ga ik verder lekker met een Netflix-serie. En vanavond ook weer zussen. En daar heb ik ook wel weer zin in. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Ik heb trouwens dat nachtserum gebruikt op mijn nagels. Voelt op zich wel lekker aan. Dus dat ga ik vannacht weer doen. Of althans, aanbrengen voor de nacht, zo moet ik het zeggen. Dus ja, morgen dan ga ik jullie gewoon weer zien. Want ik ga nu verder gewoon eventjes lekker in die relax-modus. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 19 mei. Nou, ik zit weer voor de laatste keer deze zondag voorlopig in mijn Ajax-shirt. Want dit is de laatste wedstrijd en daarna is het zomerstop. En dan gaan we verder met het EK, geloof ik is het. EK toch? Of EK? Nee, EK. Ik heb wel weer de stream aan staan, want er is vandaag. Dus omdat de laatste wedstrijden zijn altijd... wisselzender is dat. Dan wordt gewoon elk hoogtepunt van de wedstrijd wordt er in één keer overgezet naar een andere wedstrijd. Ja, dat interesseert me niet zo, want ik wil natuurlijk gewoon eens kijken. Moeten tegen Vitesse, moet op zich niet moeilijk zijn, want die zijn al gedegradeerd. Dus we gaan het zien. Laatste wedstrijd ook voor Van Schip, dus dat is ook wel jammer, zeg maar. Weer kijken wie er volgend jaar zit. Of, niet volgend jaar, maar als het weer begint, zeg maar. Ik heb gisteravond gekeken naar Oh, wat een jaar. Dat was wel heel grappig, het jaar 2003. Ik moet zeggen, ik wist ook niet alles meer, maar het was wel leuk om terug te zien. En ze waren zo een beetje aan het klieren en zo, dus dat was wel leuk. Daarna heb ik nog even lekker een spelletje gedaan. Ik was bezig met Disney Dreamlight Valley. Ik kwam nog niet heel ver mee, maar komt vast ook wel weer goed. Toen heb ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. En ik alvast met de thumbnail begonnen voor de video van dinsdag. En daarna ben ik lekker mijn serie gaan kijken op Netflix. En daarna had ik weer zussen. Ja, ik vind het steeds beter worden. Maar ja, ik zei het laatst ook al een keer. Heel veel mensen die vinden eigenlijk dat het er allemaal wel een beetje uit is. En daarna ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik nog even mijn boek gelezen en ben ik gaan slapen. Maar ik heb weer nageslapen. Ik heb ook het gevoel alsof mijn ogen ergens hier hangen. Maar ja... Uiteindelijk nu ik naar mezelf kijk, denk ik, het valt nog wel iets mee, maar het is gewoon meer je gevoel. Ik ga straks wel even foto's maken, dus ik wil straks gewoon even de fotospullen laten zien. Maar ik ga nu eerst ook even genieten van de laatste wedstrijd van Ajax in de hoop dat die gewonnen wordt. Dus verder niet zo heel veel op de planning vandaag. Ik heb even de fotospulletjes gepakt. Ik heb hier de twee nagellakjes van de Mickey collectie van Essence. Dan heb ik hier die van Donald Duck met een naam C02 Fubi. En die van Mickey. En die heeft de naam 01 Adventure Awaits. Dan heb ik hier een 24 Wear Go Big Go Bold Extreme Fast Lash Effect Mascara van Catrice. En het oogschaduwpaletje van Essence. Essence van Max & More moet ik zeggen. Ik weet even niet hoe ik bij Essence kwam, maar van Max & More. Dus hier ga ik nu even foto's van maken. Dus dan kan ik dat mooi weer aankomende week gaan testen. Ajax is net afgelopen. Helaas geen winst. Het is 2-2 geworden. Dat vind ik tenminste nog wel iets. 1 punt, want dan zag het niet meer naar uit. Maar op het laatst viel voor Ajax toch nog een doelpunt. Dus dat is fijn, maar ja, het maakt nu toch niet meer uit. Het was ook allemaal een beetje beladen. Hè? De coach voor het laatst ging nog ook even afscheid nemen. Ik heb dit op het web gevonden voor Beetje. Voor het publiek en zo. En dat zag er allemaal best wel een beetje treurig uit ook eigenlijk. Ze zijn nu op dit moment, wordt er bij Vitesse een hele speech gegeven. Die spelers zijn ook helemaal in tranen, omdat ze waarschijnlijk de volgend seizoen niet meer bij zijn. Maar goed, een beetje... Ja, ik vind het ook wel jammer gewoon dat we niet met deze coach door kunnen gaan, helaas. Maar goed, ik ga zo meteen eventjes lekker relaxen. Ik heb een beetje last van mijn nek, want ik heb de hele tijd in een zitpositie gezeten. En ik ben normaal natuurlijk gewend om heel veel te doen en dan zit ik niet continu stil. Maar ja, nu wel. Katjes hebben net lekker hun eten op. Ik heb de foto's gemaakt wat allemaal goed ging. En dan ga ik als ik straks lekker even gerelaxed heb, even lekker douchen en eten.
Er zou dan slecht weer aankomen, maar zo ziet het er niet uit, want het is heel zonnig. Vanavond kijk ik gewoon weer de code van Koppens. En ik denk dat ik eventjes de bouwtjes terug ga kijken. Nog even verder met Disney Dreamlight Valley. Daarna ga ik eventjes mijn foto's bewerken voor morgen. Ik hoop nog even die thumbnail afmaken. Dan ga ik weer mijn Netflix-serie kijken. En vanavond gewoon weer CSI. Dus ik ben wel weer benieuwd. En dan ga ik lekker naar bed nog even mijn boek lezen. En dan komt morgen mijn moeder gezellig. Ik ga nu dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder eventjes gewoon niet zo heel veel meer doen. Dus eventjes lekker relaxen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede morgen op deze maandag. Het is 20 mei. Ik ga mezelf even klaarmaken, want vandaag komt mijn moeder gezellig een dagje. Dat is wel heel leuk. En eigenlijk gewoon eventjes, ze komt ook even kijken bij de keuken en zo. En, gewoon even leuk, gezellig. Ik heb gisteravond gekeken naar de code van Koppens. Dat was alweer erg leuk, moet ik zeggen. Ja, het wordt gewoon altijd heel mooi gemaakt en zo. Dus ik vind het altijd wel heel leuk. Ik pak nu eventjes mijn nieuwe foundation. De andere die... eigenlijk wel zo goed als leeg. Daar schraap ik de laatste tijd steeds wat uit. Maar is niet meer het allerbeste. Daarna heb ik even de bouwers teruggekeken. Was ook wel weer leuk. Nog even verder gegaan met Disney Dreamlight Valley. Ik zit niet echt lekker in beeld. Maar dat komt... Normaal had ik hier een heel mooi punt om te filmen. Maar sinds ik de slaapkamer heb veranderd... valt dat een beetje weg. Omdat alles nu anders staat. En toen ben ik gaan kijken... toen heb ik eerst even mijn video... een thumbnail klaargemaakt. Ja jongens, ik moet nog even wat horen hoor, want het is vroeg. En mijn foto's bewerkt. Het ging eigenlijk allemaal heel vlot. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Ja, ik vind hem nog steeds echt super leuk. Alleen ik moet heel erg wennen, omdat ik sommige delen van het verhaal niet helemaal begrijp. Ik denk dat het pas aan het einde echt tot zijn uiting komt van wat er nou, hoe het nou precies zit. Want ik snap het nog niet helemaal. En toen... toen ben ik daarna nog even CSI gaan kijken. Dat was ook al een hele spannende uitzending. Helemaal omdat je soms ook ziet hoe hun dan bijvoorbeeld in hun gedachtegang zien hoe dan een lichaam gevallen moet zijn of zo. Mocht het onmoord gaan. Toen ben ik even nog lekker mijn boek gaan lezen. Toen ben ik gaan slapen. Ik heb weer, sinds ik dat bitje heb, merk ik dus dat ik mijn tanden nog meer op elkaar klem. Het is ook wel goed hoor dat ik hem heb, maar ik heb echt het gevoel dat ik de hele tijd heel strak ligt te slapen. En ja, weer raar gedroomd en dan word ik helemaal bezweet wakker, wel weer de ventilator aangedaan. Maar ja, het is niet alles. Maar ik heb ook het huis koelt ook nog totaal niet af. Ik ben continu aan het luchten en aan het doen. Er gebeurt gewoon te weinig eigenlijk voor het mooie. Maar goed, ik ga mezelf even verder afmaken en dan... neem ik jullie vandaag gezellig een dagje mee als mijn moeder er is. Dus dat is eigenlijk voor nu eventjes wat ik ga doen. Inmiddels gezellig met mijn moeder. Ja, hallo. We gaan even lopen om broodjes te halen bij Lidl. En even snuffelen gewoon bij Lidl. Ja, snuffelen. En het is lekker weer overigens. Ja, het valt voor mee. Dat was een week. Het speelt mij nog iets eigenlijk niet. Dus dat gaan we nu eventjes doen. We hadden zo'n Zeisse broodje, maar die was op elkaar. Dus we hadden nu allebei een helft. Alleen dat was bij jou niet helemaal goed. Nee, dat was niet helemaal goed. Ja, dus. We gaan maar even lopen, want er lopen hier allemaal mensen. Die zitten ons een beetje naar aan te kijken. Ja, maar die willen ook niet op de vlog. Dat is heel leuk. Dat klopt. We zien jullie later weer. We zijn nu even in de keuken, want mama heeft thee. En dan plak ze nu hierop. En dan kan die hangen. Want dat ja, dat denk je. Dat ik hoop kan... ik. Dat nou ook, ja, als hij naar beneden komt, dan zien we het vanzelf. Nee, dat komt hij niet. Want hij is heel sterk. Maar je moet dit heel goed vast, of tenminste, goed wrijven. Ja. Dat hij goed hecht op die onderkant. Ja, oké. En dan is het een kwestie, en dat mag jij doen, want jij bent van het recht hangen. Oh ja, ja. Dan moeten we die dingetjes, kan hier iets zo, ja. Ja. Dan moet dit losplukken. Dit losplukken.
Dat mag jij doen, anders gaat mijn nagellak eraan. Nee, want het is hoekie. Maar ik heb net mooie nagels, kijk. Ja, dat klopt. Je hebt netjes gelakt. Ja, dan vraag ik het nog even harder. Help mijn vrouw, mijn moeder is klussen. Het lag los, meid. Ga, ja, pas even. Meid, helemaal niet goed geplakt. Jawel. Oh, meid. Zei die meid, zei ze gisteren bij je. Maar ja, zij rijdt natuurlijk op haar Rotterdams. Ja. Meid, zei zij. Ja. Nou, ja. Oh, hij laat los. Oh. Nee, hij laat los. Ja, los, hij ging terug. Dat folietje. Dat een mooie... Vast is vast. Ja. Ja. Okay. Nou, ik zal hem plakken. Nou, en nu hangt hij, dus ik ben heel benieuwd hoe lang het zo blijft. Maar ik denk als het goed wel... is, heel lang. Alleen je kan hem iedere keer als je denkt, hé, je drukt hem gewoon iedere keer nog even aan. Ja, het is helemaal best. Nou, lang leef je Temu. Temu toch? Dit kwam van Temu, ja. Nou, maar ik vind hem van de... Dus dan, ik mag beginnen. Mag jij op de A drukken als je wilt? Ja. Okay. Groentje. Oh, jij mag drukken steeds. Nu op A. Weer op A, ja. Klaar? Dat loopt al. Oh nee, wacht, nou doen we het niet goed. Even terug. Ja, maar ik knip er wel wat uit. Kijk, want deze, jij gaat op de rode. Ja, dat is juist wel leuk. En ik ga... Weet je dat we nog niet weten hoe ik moet zeggen? Nee, maar we weten het wel, want jij hebt het al vaker gehoord. Jawel, maar dat is wel leuk met het vloggen bedoelen. Klaar. En, oh ja. Nou moet je op deze, de bovenste en die drukken. De bovenste. Nee, deze. Deze kruis? Nee, de X en die. Druk maar. Oh, oké. Okay. Nee, ik wou recht zo in de tip. Ja, zo. Hupsa. Oh, jij mag beginnen. Nou, joepie. Hoe was het ook alweer? Zo drukken? Deze inhouden, de bovenste. Dacht ik. En dan ga je gooien, maar als wij proberen het wel. Jij moet wel even op de A drukken als je wilt. Ik ga even aan de kant, dan heb je ruimte. Ja, een knappe. Nee, ja, hoe gaan we het anders doen? Nou, weer op A? Oh nee. Kijk. Je kan ook nog bewegen. Oh, we hebben. Je moet hem ingedrukt. Ja, ik doe het ook nu, ja. Oh, nee. Je gaat hem nee. Je gaat goed. Nou. Drie pinnetjes. Maar je mag nog een keer, dus je hebt nog een kans. Dus er moet wel iets meer. Ja, maar daar zit wel je obstakel in het midden. Dus daar moet je dan. Of je moet het eroverheen gooien. Oh, ja. Draaien, zoomen, draaien. Draaien is gewoon deze. Ja, twee. Ja. Meid. Nee. Oh, shit. Dat is goed. Die zag ik dus inderdaad niet. Nee. Hè? Hij gaat goed. Ja, hij gaat wel goed. Ondanks het obstakel, ja. Oh, nou, oh, jij. Dik. Moet ik weer op A? Nee, nu mag ik hem. Ja, nu doet hij het bij mij ook. Oh, hij gaat zo, ja. Oeh. Oh, hij waait af, maar ja. Ja, maar dat komt door dat ding. Ja. Hé, hey, dat is niet aardig. Wacht, ik ga nu... Maar dan inderdaad moet je iets naar links en dan kun je eromheen misschien. Ah! Of er tegenaan. God, zie je de grond! Oh. Nou, geef niet. Kom uit het balletje. Maar je mag niet meer. Nee, dat weet ik. Nou, we hoeven niet de herkant. Ja. Maar jij staat voor. Jij mag. Oh, moet je weer op de A. Ja. Oh, kijk. Nu hebben we hem daar, de obstakel. Ja, dan word ik even iets naar links. Oh, we hebben twee obstakels, joh. Wat goed! Nog maar eentje. Ja. Nou, die is wel pittig trouwens. Oh ja. Ja, dat ga je goed. Ik ga gokken dat ik er net langs ga. En ik ben bang dat ik er nu tegenaan ga. Ja, je moet nu even wachten, want nu komt hij weer omhoog. Je moet eigenlijk doen als hij groen is. En... Abs. Nee, jammer. Abs, wat zeg ik nou? Wat is abs? Niks. Dat weet ik ook niet, of abs is... Ja, je spieren, die heb je ook, je abs, geloof ik. Nee, dat zijn je biceps. Nee, je hebt ook abs. Ik had het trouwens niet eens in de gaten dat hij ook naar beneden even is. Ja, nou, dat gaat niet. Je moet er ook wel weer even inkomen naar voren komen, hoor.
Nou, sper. Goed hoor. Oh ja, nu dat goed in het dat is ook lastig. Nou, het is niet slecht. Ja, maar nou moet ik proberen het precies tussendoor te gooien. Ja, dat klopt. Maar gaat mij dat lukken? I don't know. Oh, dat is een gat. Ja, daar moet je niet in. Nee, dat heb ik in de gaten. Zo ver was ik. Nou, monster, kijk eens. Jee, ook sper. Die pootjes ook van de kop is. Ja, nog zo niet. Dat is ook zo dit. Best goed hoor, ik moet er ook nummer 2. Ja. En dan moet je aan de andere kant voor het gatje staan. Ja, inderdaad, hij is best lastig. Oh! Het is geen voetbal hoor, je bent nou aan het schoppen. Dit is jammer. Ja, we zien wat hebben we doen. Oh ja. Ook weer zo'n dingetje die. Ja. Oh, nog eentje. Jammer dat er allemaal in. Die gaat er langs. Nee, ja, hartstikke er langs. Je had denk ik naast de obstakel moeten gaan. Ja. Die wijkt heel erg af. Ja, en dan moet je iets meer naar links gaan. Dat was niet aardig. Ik stond echt helemaal in de startpositie van... Ja. Goed gedaan. Waar zit het op sterkom nu dan? Niet. Ja, het is sowieso lastig, want dit loopt naar boven en normaal loopt de baan recht. Je gaat nu naar boven. Ja, dat klopt. Een soort hellingje op. Ja. Obstakels bleven niet van de lucht vandaag. Ja, maar jij wel obstakels. Ja, dat klopt. Maar obstakels. Even denken, hij week iets uit naar rechts, dus hij moet ietsje naar daar. Komt door de wind, ruimt het over, dan maakt hij ja. Ja, vast. Oei! Ja, kijk. Eigenlijk wil ik nog graag strijk, maar dat ja, zal wel lastig worden. Ik vind die broekjes zo grappig. Ja, ik vind die hele poppetjes wel grappig. Ja. Oh ja, ik. Hij werkt echt uit. Ja. Helemaal rot. Nou, ik had meer naar de linkerkant. Ja, ja, ja. Dit is niet aardig. Oh, dan gaat hij heen en weer. Oh jee. Oeh. Ja, nou is het gelukkig. Meid, die gaat goed. Ja, ging goed. Ik dacht, ja. Hij komt snel terug. Ja. Maar... Die vind ik wel makkelijk. Ik denk nu bij Shirizai dat er dus zo'n hoofd uit die... Oh ja. Wat wou jij net zeggen? Ah, nu, oh ja. Nou, ik denk dat jij dit keer wint. Want jij hebt wel aardig goede voeten. Jawel, maar als jij nou ook nog een keer een strijd gooit... Ja, mensen, we houden allebei een strijd, maar dat kunnen we niet meer bewijzen. Wijk je er weer een, zie je wel? God. Dat is mijn tweede. Lekker hoor.
vind die kegeltjes ook mooi gemaakt. Ja, het hele spel is leuk gemaakt. Nou, kijk, de laatste is gewoon. Dat is zoals de andere mensjes ook boden. Ja, ik moet even kijken. Zo. Nu heb jij denk ik ook strijd. Dan ga ik even. Wee! Ja hoor. Nee hoor. Nee, hoor. En nou kan ik hem zo niet meer maken. Nee, want die ga je net te ver pakken. Nee. Nou. Wat nou? Moet je vaak op die kattenbakken uit, die katten? Volgens mij is het ook vervelend. Moet ik een video gaan opnemen? We gaan ze gewoon continu op die bakjes ja, geluid maken, hè? Oh ja, wacht even. Echt? Ik moet even kijken. Ja, hoe ga je hem nu pakken? Ja, proberen in het midden en dan hopen dat hij dan... Dat die bal dik genoeg is dat hij ze allemaal raakt. Nee, dat redt hij niet, denk ik. Nee. Oh, ik nou ja. Ah, is nog niet. Mag slecht. Nog niet mogen. Zal ik nog een strijkje gooien? God, ze heeft het er ook twee. Ze lag me wel ziek als ze me nu lukt. Oh! Hey, jij lacht! Dat is niet ja, aardig. Ja, maar ze janken. Dat doe ik ze maar. Ja, maar hij bijt echt af. Ik snap niet hoe het kan. Sper vind ik ook goed. Ja. Natuurlijk. En bij zaal, ja, wacht even. Ik mocht eerst beginnen straks, hè? Ja. Dus dan zijn we nu klaar. Nu zijn we klaar. Oké. Nu weten we wie er gewonnen heeft. En de winnaar. Oh, jij mag nog een keer. Oh, mensjes. Nee, ik! Kijk, het is mijn poppetje. Ja, joh, jij beknot. Ik niet. Waarom? Nou, die haal je. Weer een spel. Ik weet dan, nog een keertje mag. Nee, ik zal aflopen. Oh, dat is goed. Oh, jij hebt gewonnen. Ik heb gewonnen, maar er zit maar 2 punten onder. Ja. Dat is niet goed. Slecht. Helemaal leuk. En wat gaan we nou bespelen? Nou is dit wel. Mijn moeder is helaas net weer naar huis gegaan. Ik vind het echt jammer, want ze was echt super gezellig. En ik word er altijd een beetje verdrietig van. Maar ja, het is helaas niet anders. We waren eventjes bij Lidl geweest. Daar had ik nog 2 setjes met onderbroekjes gekocht. Deze. Van die, gewoon van die lekkere basics. Die waren nu 2 euro voor 2. En ook deze 2 leuke shirtjes. Die heb ik in een emmertje gekocht. Toen heb ik ze even gepast, maar ze zaten eigenlijk gewoon lekker wat langer. Dus dat is wel lekker. Dus deze... Lichtkleurtje, die waren nu 5 euro per stuk. En een zwarte. Ook heel leuk. Deze. Zo moet die. Dus dat was wel heel erg leuk. Dus die had ik eventjes gekocht. En we hadden gewoon even broodjes gehad. En mijn moeder had krieltjes en sla gekocht. Maar ze was ook nog even naar de Action voor mij geweest. Oh ja, ze had even de opschuimmelk voor mij meegenomen, want ze zegt, bij mij gaat hij niet op en bij haar kan je nog wel kopen. Ik kan geen melk meer kopen, dus het scheelt mij weer kopen. Dus had even wat bestek voor mij gehaald. Deze, heel leuk, met roze. Je kunt er dus in de vaatwasser. Ik heb van alles 2 setjes, want ik kom anders bestek tekort, maar ik vond het roze zo leuk. Nou, daar heb ik dan ook vorken van. En messen, dus dan zit ik ook weer even wat beter in het bestek. Het kost 99 cent per stuk. Toen had ze ook even 2 lepeltjes voor mij gehaald. Want dat had ik gevraagd. Want die kom ik ook tekort. En eventjes deze filler van de Patex. Want ja, dat is... Ik moest een gaatje vullen. Ik geef dit weer terug op tafel. Verder was het gewoon echt super leuk. We hadden gezellig even... Nou ja, ze had onze suizenbroodjes meegenomen. Maar ze hadden ze niet afgebakken in de winkel. Oh, ik sta heel erg ingezoomd, zie ik. Ja. Ze hadden ze niet afgebakken in de winkel, dus toen kon ze ze gewoon zo krijgen uit de vriezer. Maar toen waren ze zo op elkaar gegaan dat, ja, het was niet helemaal goed gegaan. Maar dat is even goed wel lekker, alleen voor moeder was niet helemaal gaar. Toen hebben we tussen de middag hebben we die broodjes gegeten en had ik er nog frikandelletjes bij gebakken. En we hebben gewoon even gezellig gewoon gekletst en ook nog eventjes gezellig spelletjes gedaan op de Switch. Nou, dat hebben jullie kunnen zien dat we eventjes spelletje aan het doen waren. Dat was wel heel leuk. Ik had gisteravond mijn nagels nog gedaan met dat Mickey Mouse lakje. Die ik gisteren had laten zien. Dat was die 01 Adventure Awaits. Maar ik was eigenlijk helemaal vergeten. Normaal zeg ik ook altijd, ja, het is Pinksteren. Maar ik heb er gewoon helemaal niet bij stilgestaan. Omdat je, ja, het is voor mijn gevoel, het is wel Pinksteren. Maar er wordt minder bij stilgestaan voor mijn gevoel. Maar goed, ik ga nu denk ik zo nog eventjes lekker eventjes relaxen. Want het heeft straks even lekker geregend. Gelukkig is het nu droog. Mijn broek komt droog naar het station. Dan ga ik straks even eten en douchen. En dan vanavond kijk ik gewoon weer Goede Tijden. En meester Frank Visser. Misschien dat ik nog even wat terug ga kijken. Sowieso nog even een spelletje doen. En dan ga ik mijn video in elkaar zetten.
een blogpost schrijven. Lekker mijn Netflix-serie kijken. En hier zijn. Dan ga ik nog even mijn boek lezen. Dan ga ik ook weer slapen. Maar het was in ieder geval echt een superleuke dag zo. Om even gezellig met mijn moeder te zijn. Nou ja, we hebben dus ook dat ding opgeplakt. Alleen die kwam er straks weer af. Dus die moet je steeds een beetje aanduwen. Dus ik hoop dat die nou blijft zitten. Die stopcontact. Maar we moeten even kijken of dat wat wordt. Maar goed, ik ga nu in ieder geval gewoon eventjes relaxen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want verder ga ik toch niet veel meer doen. Dus ja, bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 21 mei. Ik ben klaargemaakt en het zou echt vandaag heel broeierig weer worden. Want het is 25 graden, maar er is echt wel wat bewolking. De zon is ook niet echt extreem aanwezig. Ik heb gisteravond wel echt wat hevig weer gehad. Veel regen, veel hagel en onweer. Maar ja, eigenlijk is het nu vrij rustig weer. En ik moet zeggen, ik vind de temperatuur nu niet super warm, maar ja, door dit soort temperaturen krijg je wel weer meer noodweer. Dus we moeten het even afwachten. Ik ben eigenlijk niet meer teruggekomen op het probleem van de gootsteen, want ik had jullie al verteld dat ik daar heel veel problemen mee heb dat het water slecht wegloopt. Mijn moeder heeft gisteren echt nog een hele poos met de ontstopper staan ploppen, maar die kreeg het ook niet voor elkaar. En uiteindelijk bleek dus ook dat je als je met zo'n ontstopper aan de gang gaat, dat je zeg maar dat kleine gaatje wat in je wasbak zit, of je gootsteen, er zit zo'n klein gaatje richting de bovenkant, die moet je afplakken. Maar ik had daar het goede tape niet voor, want ik heb alleen van het schilderstape en dat werkt natuurlijk niet, want zo'n gootsteen is een beetje nat en zo. Dus dat werkte niet. Maar inmiddels liep het water helemaal niet meer weg. Toen bedacht ik me ineens gisteravond, ik ga gewoon eventjes mijn afvoer loshalen. Dus ik heb die afvoer losgedraaid, emmer eronder. Ja hoor. Al het water liep eruit. Dat ding goed uitgespoeld. Er kwam ook troep uit. In de hoop, nu gaat het vast beter. Maar het probleem zit dus dieper. Eigenlijk is het een probleem voor de woningbouw. Maar ik heb de woningbouw daar al een keertje voor gehad. En toen was het van, ja, maar er is eigenlijk geen probleem. Ze hebben wel met zo'n veertje aan de gang gegaan. Toen ging het ook wel weer een tijdje goed, maar het probleem is er nu weer. Ik heb het in de douche natuurlijk ook. Dus toen dacht ik, dan moet ik met zo'n veer, moet zo'n ontstoppingsveer hebben die ik in die afvoer kan duwen. Want het probleem zit dus dieper dan in het gedeelte wat je eraf kan halen. Dus ik had mijn vader een berichtje gedaan van, goh, heb jij zo'n veer? Nou, hij dacht wel dat hij er een had, maar hij wist het niet helemaal zeker. Dus ik zei, kan ik die lenen? Ja, dat kon wel. Maar hij zei, ja, ik weet het niet zeker. Ik zeg, nou ja, goed, ik dacht, anders kan ik het toch wel aan mijn coach vragen of ik die eventueel zou kunnen lenen, mocht hij hem hebben. Maar toen zei hij van, ja, anders kan je er misschien beter in kopen, want als het probleem blijft, dan kun je hem gewoon elke keer, zeg maar, gewoon weer ontstoppen. Dus ik dacht, ah ja, op zich is dat ook wel een goed idee. Hij moest nog naar de Gamma toe, daar waren ze toch nog weer 2 euro goedkoper als bij de Praxis. Want bij Praxis is het een vaste lage prijs en daar krijg je dan ook geen korting op. Dus dan gaat hij even zo'n veer halen en dan kan ik gewoon zelf even met zo'n veer aan de gang. Die kun je dus ook in de douche gebruiken en dat wist ik niet. Weet je, dan los ik het zo wel op. Want weet je, dan moet je weer die woning wel bellen en ik heb daar elke keer geen. Het duurt allemaal heel lang voordat er dan weer iemand komt. En ja, dan is het weer zo van ja, er zit bijvoorbeeld niks. Terwijl ik zelf wel het probleem opmerk, maar ik ben op dat moment niet zo mondig om te zeggen, ja, maar waarom heb ik dat probleem dan? Ik vind dat heel moeilijk. En ik word er ook altijd een beetje ongemakkelijk van. Vreemde mensen over de vloer die ik niet ken. Ik voel me daar nooit zo prettig bij. En als ik het nu zelf kan oplossen, is het dikke prima. Zover komt altijd wel van pas. En hij is niet heel duur, hij is maar 10 euro. Dus bij de Gamma, dus mijn vader gaat die even halen. Ik heb gisteravond wel lekker die satéetjes gegeten. Die waren echt super lekker. Wel een beetje pittig, maar waren wel heel lekker. Ik heb lekker Goede Tijden gekeken en daarna meester Frank Visser. Ja, ik vond het een beetje een kinderachtige zaak hoor. Ging een beetje om een studentenhuisje leek het. Of in ieder geval jongerenwoningen en geluidsoverlast, schelpartijen. Nou, ik vond het allemaal een beetje bijzonder. Daarna heb ik een deel van Kopen zonder kijken teruggekeken. En daar ga ik vanavond nog even mee verder. Dat was een alleenstaande moeder die een huis ging kopen. Dat vond ik ook wel bijzonder hoor. Want het is wel leuk dat ze dat soort zaken er nu ook bij pakken. Nou, toen heb ik mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Toen zou ik Netflix gaan kijken, die deed het niet. Dus toen heb ik een Marble Mania teruggekeken en daarna Scott en Bailey. En daarna ben ik naar bed gegaan, maar ik heb helaas niet heel lang gelezen, want ik was best wel moe. Dus, nou ja, goed, toen ben ik lekker gaan slapen. Ik ga zometeen even stofzuigen en een video opnemen. En dan nog even daarna Diamond painten. Dan pak ik morgen even de douche en de gang mee extra voor de schoonmaak.
Want die heb ik natuurlijk gisteren niet gedaan. We hebben wel samen de kattenbak gedaan, mijn moeder en ik. Mijn moeder had heel goed stof gezogen, dus dat was ook heel fijn. Dus dat ga ik dan zo meteen eventjes doen. Dus eigenlijk heb ik nu een beetje een relaxed dagje. En ik ben benieuwd of er nog slecht weer aankomt, maar we gaan het wel zien. Ik neem jullie gewoon weer mee. Zo, ik ben weer klaar. Tijger die was klaar met eten. Nu zijn ze met z'n tweeën van één bakje aan het eten, maar dit is niet helemaal aardig. Want Mickey die eet alles op en Muis niet, dus dat is niet aardig. Ze mogen het best samen nog verdelen, want Tijgertje die zit gewoon vol. Maar Mickey die is steeds haantje de voorste en die komt er steeds bij, dus dat willen we niet. Dus ik zit er eventjes bij om de wacht te houden. Af en toe ben je net zo'n politieagent. Ik heb een zere schouder, ik weet niet wat ik gedaan heb. Nou, nu komt Muis alweer voor zichzelf. Ik moet niezen, maar het lukt niet. Ik had alleen even de buitendeur opengezet. Niet de deur in de de raam in de woonkamer. Want het was buiten warm als binnen. Want het is binnen nu 23,5 graden. Video opnemen ging eigenlijk allemaal wel lekker. Gelijk wat spulletjes opgeruimd. En even heerlijk aan mijn diamond painting. Ik vind het zo leuk om te zien dat het nu echt een katje aan het worden is. Dat vind ik echt heel erg leuk om te zien. Dus daar word ik echt wel heel erg blij van. Het was eigenlijk allemaal wel lekker, dus daar ben ik allemaal wel weer blij mee. Even de magnetron dingen die we gisteren hadden gebruikt bij de oven even in de vaatwasser gezet. Dus eigenlijk allemaal wel weer lekker. Ik zal gelijk even een update geven over dat bitje wat ik nu heb voor dat knarsje. Ik heb hem nu natuurlijk sinds donderdag, dus we zijn weer een aantal dagen verder. Ik moet zeggen, het went al wel meer nu ik hem in heb met slapen. De eerste twee dagen dacht ik echt van... Oh, verschrikkelijk. Maar nu merk ik dat het wel wat meer went. Alleen, ik merk dus ook echt dat als ik wakker word, dat mijn kiezen strak op elkaar staan. Dus ik word echt zo wakker, zeg maar. Dus ik knijp hem echt met mijn ondergebit helemaal fijn. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik heel intens en diep slaap. En dat ik dan het ga vastbijten. Maar goed, het kan nu natuurlijk geen kwaad meer, omdat het nu beschermd is. Dus ja, het is op zich wel een goede keuze geweest om dat te doen. En het is gewoon voor bescherming, maar het went wel meer in ieder geval. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon Goede Tijden en daarna heb je Zeeman Confronteerd, wat ik wel weer interessant vind. Dan ga ik nog even een spelletje doen. Ik denk nog even die Kopen Zonder Kijken afkijken. En dan ga ik mijn vlog afmaken, of met editen helemaal klaarmaken. Ga ik mijn foto's bewerken en dan ga ik, als het goed is, doet Netflix het nu weer. Dus dan ga ik weer de Netflix-serie kijken en daarna weer zie je zijn. En dan ga ik daarna lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik hoop dat ik nu weer wat langer kan lezen, want ik vind het zo'n leuk boek. Dus ik vind het gewoon altijd heel erg leuk om dan weer verder te gaan. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden om te zien weer. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk,
zeker zeggen. Doe even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!